een broodstation, dus. Toch? Ja. Hoe de mijn, ja. Daar is die. Kijk. Ja. Mooi. Moet ik me toch iets beter verstaan. Ook namens mij van harte welkom. Fijn dat u bent. En het is goed om samen te zijn. En dit samen te doen met de gemeente Zout en Licht. En om samen op te trekken. Om daarin de Heer te dienen. En uit te stappen in geloof. En uit te stappen in vertrouwen. Om zielen te bereiken. En het gaat niet altijd zoals je zelf denkt. Of zoals je zelf wilt. Maar we zijn hier en de Heer is ook hier. Amen. Dat geloven we namelijk. Dat de woord, zijn woord zegt dat. En misschien toch wel, ook wel leuk om te zeggen. Want eigenlijk is dat toch een klein beetje een getuigenis, kan ik wel zeggen. Want inderdaad, de cameraman Hans Blauw en zijn vrouw Erna. Die ken ik nu ongeveer anderhalf jaar, een jaar. En eigenlijk lijkt het wel alsof we vrienden zijn. We spreken elkaar niet heel veel, maar toch als we elkaar zien. Dan merken we direct dat we één zijn in de Heer. En het bijzondere is namelijk dat de Heer mij ook echt me geroepen had en op mijn hart had gelegd om een website te maken en een stichting te maken. Nou, de stichting was er toen nog niet. Maar ik had de website misschien nog maar een maand in de lucht en Hans belt mij. Ik denk, hé, dat is bijzonder. En hij zegt, ja, hij zegt, want Hans heeft namelijk zelf een gemeente in Zwolle. En hij belde mij. Hij kende me helemaal niet. Hij zegt, ik zie je website en spreek me aan en zou een keer willen komen spreken bij ons in Zwolle. En eigenlijk was hij de eerste keer in Meppel. Dan heeft hij op zondagmiddag een dienst. Dat loopt wat anders, maar hij heeft nog in Zwolle ook nog een gemeente. En dat heb ik dus gedaan. Want ik heb altijd gezegd, Heer, waar u me roept, daar ga ik. En dus ik op naar Meppel op zondagmiddag. Met mevrouw José. En we hebben daar een geweldige mooie tijd gehad. Gewoon een mooie dienst en een hele bijzondere tijd waarin de Heer gesproken heeft. En daarin zie je dat God de dingen leidt. En het God op zijn hart gelegd om mij te bellen. We kennen elkaar niet. En zo ontstaan dingen en zo gaan deuren open. En ik dank God daar nog steeds voor, maar ook Hans en Erna. Fijn dat jullie te zijn. Ik wil vanavond met u lezen twee Bijbelgedeeltes uit Matteüs. Het thema van deze avond is, zoals u wellicht op de Facebook vooral had kunnen lezen, kom en ontmoet je maker, ontvang herstel en genezing. En daarbij hadden we wat bullets, als het ware, wat wolkjes, ik kan beter zeggen, geplaatst met wat teksten erin, in de zin van, ben je depressief, zie je het niet meer zitten, heb je misschien problemen met je lichaam, fysiek, met je gezondheid, en hoe zijn we daartoe gekomen? En dan zijn we toen gekomen uiteindelijk, al om nadenkend, niet eens heel lang over nagedacht eerlijk gezegd. Nou, er zijn gewoon heel veel mensen, ik weet niet hoe je hier gekomen bent, misschien bent u allemaal christen waarschijnlijk, zoals ik u ken. Maar toch, vele mensen lopen met dingen rond. Hebben issues in hun leven, zoals het er vaak gezegd wordt. En vandaar dat we tot deze thema gekomen zijn. En nou, daar heb ik de Heer voor gezocht en de Bijbel voor geopend. En daarom wil ik met u lezen uit Matteüs 14. Vanaf vers 13 tot en met 19. En daarna een stukje uit Matteüs 15. Matteüs 14 vanaf vers 13. En ik lees bewust even uit het boek. Eigenlijk gebruik ik dat niet zo vaak, maar ik heb het bewust willen doen om wat eenvoudiger taal te hebben. Ik lees normaal zelf uit de NBG, dat is altijd een beetje het gij met het oude Nederlands soms. Dus dat is niet altijd heel begrijpelijk. Oké, Matteüs 14 vanaf vers 13. Bij het horen van dit nieuws stapte Jezus in een boot en ging naar een afgelegen plaats om alleen te zijn. Maar de mensen zagen waar hij naartoe ging en uit vele dorpen liepen zij hem achterna. Toen Jezus terugkwam stonden al die mensen op hem te wachten. Hij kreeg medelijden met hen en genas allen die ziek waren. Dat is een belangrijk punt, hij genas allen die ziek waren. Tegen de avond kwamen zijn discipelen bij hem en zeiden, Het is al lang tijd om te eten. En hier is niets te krijgen. Hier woont niemand. U moet de mensen maar wegsturen. Dan kunnen zij naar de dorpen gaan en daar eten kopen. Maar Jezus antwoordde, dat hoeft niet. Geven jullie hen maar te eten. En toen ik dat las, ik las het eigenlijk gisteren nog een keer. Die ene zin, geven jullie maar te eten. Dat vond ik al een hele diepinnende zin eigenlijk.
Eigenlijk zegt Jezus tegen de kerk, je hoeft de mensen niet weg te sturen, geef jullie ze te eten. We zijn allemaal in feite discipelen van hem en hij zegt, geef ze te eten. En vanavond krijgt u eten. Niet van mij. En hij zegt, geef jullie maar te eten. Maar hoe dan, vroegen zij. Het enige wat we hebben zijn 5 broden en 2 vissen. En nou, breng die maar hier, zegt Jezus. En hij zei tegen de mensen dat zij op de grond moesten gaan zitten. En daarna nam hij de 5 broden en de 2 vissen, keek in de hemel en dankte God. En Matteüs 15, vers 30. Dat is eigenlijk, dat noemen ze dan de tweede wonderbare spijziging. En er staat, toen hij daar ergens op een heuvel zat, kwamen heel veel mensen naar hem toe. Er werden velen bij hem gebracht die verlamd, verminkt of blind waren. Er kwamen mensen die niet konden spreken of die ziek waren. Misschien zijn het vanavond mensen die ziek zijn. Misschien zie je dat niet het uiterlijk zien. Misschien zien wij het niet eens. Dat hoeft ook niet. Maar misschien bent u toch, heeft u iets in uw lichaam waar u mee worstelt. Ze werden allemaal door Jezus neergelegd. Voor Jezus neergelegd. Hij genas hen. Het was iets geweldigs. Mensen die vroeger geen woord konden uitbrengen, stonden te praten. Mensen die kreupel waren geweest, stonden recht op hun benen. Mensen die verlamd waren geweest, liepen gewoon rond. En mensen die blind waren geweest, keken nu hun ogen uit. De God van Israël werd door iedereen geëerd en geprezen. En Jezus riep zijn discipelen bij zich en zei tegen hen, ik heb met deze mensen te doen. Ze zijn nu al 3 dagen bij mij en hebben niets te eten. Ik wil ze niet zonder eten naar huis laten gaan. Anders zullen ze onderweg nog naar worden van de honger. Waar moeten we hier brood vandaan halen om al die mensen te eten te geven? Weer een vraag aan de discipelen. Die keken alleen naar het natuurlijke, van wat dat niet is. Je kunt kijken naar wat er niet is, maar Jezus wist wat er wel was en wat er wel te geven was. En ze waren, moeten we het brood vandaan halen? Nou, daar komt hetzelfde verhaal eigenlijk over de broden en de visjes. En daar wil ik even bij stilstaan met u. Vandaag is het Valentijnsdag, toch? Nou sta ik daar niet zo bestil door, want mijn vrouw en ik doen daar niks aan. Voor ons is het bijna elke dag Valentijnsdag. We zijn gewoon elke dag verliefd. Dus ja, dan moet ik ze nog meer cadeautjes geven, toch? Maar ja, in de wereld wordt dat bij stilgestaan, Valentijnsdag vandaag. En mensen geven dan elkaar wel eens een keer een presentje. Of een kaart, of iets leuks, of gaan we misschien eten. Maar het gebeurt ook wel dat mensen dat anoniem doen. En dat je niet weet van wie dat is. En misschien heb je ergens een anonieme geliefde of zo. Of iemand die jou waardeert op een bepaalde manier. Waarom haal ik dat aan? Omdat ik toch dacht van, ja weet je, dit is zo'n gigantisch grote liefdesbrief. Dat is helemaal niet anoniem. Jezus houdt van ons en wil dat tonen elke dag opnieuw. We hoeven niks anoniem te doen. En Jezus is de grote liefde zelf. Die zichzelf gegeven heeft voor u en voor mij. Als je dan Valentijn wil vieren, nou dan is het elke dag Valentijn. Want Jezus is degene die van ons houdt en voor ons wil zorgen, elke dag opnieuw. Dat is nog eens liefde. Dat zijn vader, zijn zoon gestuurd heeft naar de aarde en dat Jezus voor ons aan het kruis gegaan is, dat is nog eens liefde. Dat kun je niet afdoen met een kaartje of een cadeautje of een dinertje. Dat is nog eens liefde. En ik vanavond al zei, het thema kom en ontmoet je maken. En ons verlangen en ons gebed en mijn gebed is geweest en is in feite nog steeds dat u vanavond uw maker mag ontmoeten. U komt hier niet voor mij. Maar u komt om uw maker te ontmoeten en het feit dat u hier bent is niet voor niks. Ik geloof altijd dat dat niet voor niks is. En daarom zijn we ook tot dat thema gekomen, dat we als we rond ons heen kijken en lezen wat er gebeurt, ook in de wereld, dan is het momenteel niet altijd even makkelijk om in te leven. En natuurlijk weten we dat alles te maken ook met het feit dat de komst van Jezus steeds dichterbij is. Maar van de week las ik ook weer in de krant dat vele jongeren, en misschien, ik weet het niet, ik ken het niet allemaal heel persoonlijk, maar vele jongeren steeds meer en meer aan de antidepressiva raken. Hebben psychische klachten. Komen in een burn-out, ook veel volwassenen komen in een burn-out. En ik heb er zelf mee te maken gehad. Zekerheden vallen weg.
Een voorbeeld wat ik eigenlijk heb, dat is wat José eigenlijk vertelde. Ze weet niet dat ik dit voorbeeld ga gebruiken. Dus nu schrik ze misschien een beetje. Maar José is onderwijzeres. Enkele van u weten dat. En op een gegeven moment was hij bij de terug op school. En er was een meisje in de klas dat zat haar zo strak aan te kijken. Zo van, José dacht, wat is dat? Wat is er met dat meisje? Ze keek ook helemaal niet zo vrolijk. En na de rand komt dat meisje naar José toe. Dat is ook heel bijzonder, uiteindelijk. En José zegt, goh, wat is er? Wat kan ik je mee helpen? En het meisje zegt, ja, mijn ouders zijn gescheiden en mijn vader zie ik al heel lang niet meer. Mijn vader zie ik al heel lang niet meer. Wauw. Ze zegt, want ze zijn gescheiden. En mijn vader zegt, joh, ik ga je waarschijnlijk de hele tijd niet meer zien. Want ik blijf niet bij je moeder. En kunt u nagaan wat dat doet met een kind. Dat kind is nu al getekend. Voor haar leven in feite. Maar prijs God. Ik hoop ooit dat dat meisje Jezus zal leren kennen. Want ik weet, ook het getuigenis die ik zelfs vanmorgen nog gehoord heb. Dat Jezus voor haar het antwoord is. Om die leegte te vullen. Jezus heeft zijn liefde aan ons getoond. En niet anoniem. En nog steeds toont hij die liefde en wil hij die liefde tonen. We hebben net gelezen over de wonderbare spijziging. En wat zien we daar? Jezus was met ontferming bewogen over de menigte. In het Engels staat er, hij had compassie. Dat vind ik vaak wel wat meer inhoud hebben, lijkt het wel. Hij had compassie voor de mensen. Amen. En compassie heeft ook te maken met sympathie, met empathie. Hij had zorg voor de mensen. En zo heeft hij de zorg voor u en voor mij. Hij heeft compassie voor u en voor mij. Zoals u vanavond hier zit. Ik heb medelijden met de scharen, zegt hij. Zonder voedsel wegzenden wil ik hen niet. Ze mochten onderweg eens bezwijken. Daarom is het zo goed, ook vanavond, om uw voedsel te krijgen. Het geestelijke voedsel te krijgen. Want u zou onderweg eens kunnen bezwijken, zegt hij. Wat een zorg om mensen blijkt hieruit. Er is eigenlijk hier ook het vaderbeeld in terug. Als ware zie je dan die menigte voor ogen, die hij niet weg wil sturen, want hij heeft compassie voor ze. En ze zeggen, nee. Ze zijn al 3 dagen bij mij en ze hebben vast en zeker honger. Ik wil ze niet wegsturen. Geef ze te eten. Wat een zorg, wat een liefde. Als een vader die voor zijn gezin wil zorgen. En eigenlijk zie je terug in de meerdere Bijbelgedeeltes, ook bij de tweede wonderbare spijziging, dat eten eigenlijk heel belangrijk is voor Jezus. Het samen zijn met voeding is heel belangrijk. Er is een verhaal, je kent dat ongetwijfeld, het verhaal van Zacchaeus. Zacchaeus, die hoorde op een gegeven moment dat Jezus zou komen in het dorp waar hij woonde. Zacchaeus was een kleine oppertollenaar. Hij was vader dus een belastingambtenaar. Maar niet zo'n fijne. Hij had veel te veel belasting geïnd van de mensen. Meer dan nodig was blijkbaar. En Jezus, of Zacchaeus, die wilde Jezus toch een keer zien. Zacchaeus wilde Jezus als het ware ontmoeten. En daarom zeg ik u vanavond ook, wilt u vanavond Jezus ontmoeten? Zacchaeus deed er alles voor om Jezus te ontmoeten en klom in die boom. En dan komt Jezus. En terwijl hij in die boom zat, Zacchaeus. Jezus had ook iemand anders kunnen uitkiezen die misschien gewoon direct naast hem liep. Maar hij zegt tegen Zacchaeus, kom naar beneden, ik wil maaltijd met jou houden. Ik wil met je eten. Hoe belangrijk is het om met elkaar te eten en maaltijd te houden? Weet je, afgelopen weekend, dit weekend eigenlijk vrijdag, en ook vanmorgen was ik in een conferentie in Alkmaar. En daar ook een conferentie van een evangelist ook. En die zei het ook, die zegt, weet je, als je mensen tot Jezus mag leiden, mensen die helemaal niks te maken hebben met een kerk, helemaal een kerk die kennen. En je mag ze tot Jezus leiden op straat, of thuis, of waar dan ook. Neem ze mee naar huis. Neem ze mee naar huis. Geef ze een maaltijd. Laat ze aan de tafel gewoon lekker praten over het leven, maar ook over Jezus. Dan zijn ze veel vrijer. Het is veel laagdrempeliger. En daarna kun je ze altijd meenemen naar hun kerk, waar ze zich ook thuis kunnen voelen.
Maar eten is eigenlijk heel belangrijk. En waarom? Jezus zegt zelf, ik ben het brood des levens namelijk. En een ander bijbelgedeelte ook in de evangelie, daar zie je ook hetzelfde verhaal, dat er een hele menigte mensen op een gegeven moment weer naar Jezus gingen en ze zochten Jezus op. En ze zegt Jezus tegen hen, jullie zijn niet naar mij gekomen voor de wonderen en tekenen die je gezien hebt. Maar je bent naar mij gekomen omdat je gegeten hebt van het brood des levens, wat je wel vervult, wat wel verzadigt. Ze zijn gekomen om het brood des levens te eten, wat wel verzadigt. Heel veel dingen in het leven verzadigen niet mensen. Heel veel dingen in het leven zijn allemaal maar zo tijdelijk, het verzadigt je niet. En dat zien we ook om ons heen gebeuren. Ook in je eigen leven kan dat een rol spelen. Dat je met dingen bezig bent die je uiteindelijk niet verzadigen. Je blijft honger hebben. Je blijft met dingen bezig, misschien wel, die er helemaal niet toe doen, omdat ze niet verzadigen. Maar deze mensen zochten Jezus op, omdat ze het brood des levens wilden ontmoeten. Jezus zegt, je hebt van mij gegeten. En vanavond zegt Jezus eigenlijk tegen u, tegen mij, ik wil maaltijd met je houden. Want toen Jezus met Zacchaeus had gegeten en aan het eten was, gebeurde er iets bijzonders. Er staat helemaal niet dat Jezus met een verwijt kwam en zei, oké, Zacchaeus, en nou is het afgelopen. Nou is het afgelopen, ga nou eens eindelijk die mensen terugbetalen wat je te veel geïnd hebt. Hij komt niet met een verwijt, maar hij eet met ze. En dan door die ontmoeting verandert direct het leven van Zacchaeus. Direct komt hij tot inzicht en zegt, oké, ik ga alle mensen terugbetalen wat ik te veel aan belasting heb geïnd. En ik geef ze zelf nog rente erbij, ik ga ze meer teruggeven. Maar je ontmoeting met Jezus verandert je leven. Het ontmoeting met Jezus kan niet zonder gevolgen blijven. Het zal je gedrag veranderen. Het zal je inzichten veranderen. Het zal je houding veranderen naar mensen en naar Jezus zelf. En zijn geest werd vernieuwd in feite. Daarom zegt Jezus zelf ook van, want de mensen zijn eens gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. En zijn geest was verloren. Redding betekent behoudenis, zaligheid, verlossing, heil. Alles wat daar maar in zit, wat God, wat Jezus eigenlijk ons kon brengen en ons heeft gebracht. Die ontmoeting met zijn geest verandert zijn leven. Als je een werkelijke ontmoeting met Jezus hebt, gaat je leven veranderen. En mensen gaan het zien. En daarom is je ontmoeting zo belangrijk. Daarom zeggen we vanavond tegen u, en u bent hier vanavond, kom en ontmoet je maker. Wilt u die maker zien? Wilt u die maker ontmoeten? Ik heb zelf een paar keer echt aanrakingen van Gods geest mogen ervaren. En het is zo bijzonder. Waardoor dingen vrijgezet zijn in mijn leven. En in dit weekend heb ik daar zoveel getuigenissen van gehoord. En ook van zien gebeuren. Vrijdagmiddag waren we op straat, vanuit die conferentie. Om te evangeliseren, te bidden met mensen, we bidden met mensen op straat. Mensen zijn aangeraakt, mensen werden genezen, mensen werden vrijgezet. Vrijdagmiddag werden mensen gedoopt, zondagmiddag werden mensen gedoopt en gisteren werden mensen gedoopt. Als je Jezus brengt, verandert het leven. Kijk maar naar de vrouw bij de put. Jezus ontmoet niet alleen een menigte mensen. Hij gaat niet alleen uit en zijn hart en zijn compassie gaat niet alleen uit naar een menigte mensen, maar ook naar jou persoonlijk. Daarom ontmoette hij die vrouw bij de put. Ik heb er vorige keer over gesproken. Maar alleen door die ontmoeting veranderde het leven van die ene vrouw, maar ook van de hele dorp waar ze woonde, veranderde compleet. De mensen kwamen tot geloof. Wat gebeurt er als je Jezus ontmoet? En als je Jezus ontmoet, verandert je leven, wat gebeurt er dan als anderen jou ontmoeten? Verandert er dan iets? Gaan ze iets aan je zien? Het feit dat de discipelen, de leerlingen van Jezus, met hem persoonlijk optrokken, veranderde dit hun leven. Jezus kijkt niet naar je politieke kleur. Hij vraagt niet van welke partij ben jij lid. Hij kijkt niet naar je ras. Hij kijkt niet naar je huidskleur. Of je sociale achtergrond. Hij kijkt niet of je intelligent bent. Of je voldoende geleerd hebt. Natuurlijk zijn die dingen belangrijk. Maar Jezus houdt van jou, is gekomen voor jou zoals je bent. Met alles wat je hebt. Maar in de maatschappij is dat vaak heel anders. In dit leven. Dan moeten we presteren, vaak ons waar maken. En de maatschappij is heel hard.
Las van de week een voorbeeld. Las van de week in de krant een situatie waar ik dacht, man, het is ongelooflijk. Dit wat mensen elkaar aandoen. Dat was mijn grote accountantskantoor. Ik ga de naam noemen. Maar er was een Marokkaanse jongen daar. Blijkbaar een goede accountant. Die had een grote opdracht binnengehaald. En zijn direct leidinggevende had hem daarvan gecomplimenteerd. Goed werk geleverd. Maar de leidinggevende van zijn leidinggevende kon dat niet hebben. En die schopte hem eruit. Die zei, wegwees je. En die kwam de terrein oplopen, de kantoor inlopen en met een grote mond. En hij joeg hem eigenlijk de zaal uit. Het kantoor uit. En gaf ook nog een reprimand aan zijn leidinggevende. Dat is wat er gebeurt in de wereld. Dat is wat er gebeurt in het bedrijfsleven. Je moet presteren. En heel veel jaloezie. Waardoor mensen in feite hun baan in feite nog kwijtraken ook. Daarom is er vaak pesterijen in het bedrijfsleven. Maar ook op scholen. Als je een ander voorbij streeft, of als je meer misschien bereikt dan een ander, dan is een ander jaloers en kan het niet hebben. Dat is de maatschappij waarin we leven. Die is hard. Maar Jezus is zo niet. Jezus is zo niet. Dat vind ik zo geweldig mooi aan Jezus. Want hij zegt, wat voor de wereld wijs is, is voor God niet wijs. En wat voor de wereld onwijs is of niet goed is, is voor Jezus vaak wel goed. Maar van de wereld vaak denkt, dat kan ik niet gebruiken, dat wil ik niet gebruiken, of je bent niet goed genoeg, is voor Jezus prima. Gaat hij gebruiken. En Jezus heeft u en mij zo lief dat hij je persoonlijke noden kent. En dat vind ik zo bijzonder. Hè? Ook vanavond ervaar ik en heb ik weer alweer Gods leiding mogen ervaren. Want ik wilde vanavond ook een deeltje even nog melden en noemen eigenlijk uit Psalm 139. We hebben het net gezongen. Psalm 139 is zo'n geweldig mooie psalm. Waarin zo duidelijk staat dat God u kent. Psalm 139 vers 1. Een van mijn lievelingspsalmen. En waar het staat, Heere, u ziet alles van mij. U kent mij helemaal zoals ik ben. Ongelooflijk eigenlijk. Het is zo geweldig mooi om te weten. Heer, u ziet alles van mij. U kent mij helemaal zoals ik ben. Hij weet, Jezus weet hoe u nu bent. Waar u nu doorheen gaat. Waar u mee worstelt. Misschien heeft u wel problemen met depressiviteit. Of krijgt u aanvallen van depressiviteit. U mag gerust weten hoor. Want ik mag er niet wel staan. Maar ook ik ben mens. En ik heb ook momenten dat je soms aangevallen wordt. Dat je soms denkt van nou heer, hoe lang duurt het nog? Wanneer gaan deuren open? Mijn leven is compleet aan het veranderen. Compleet aan het veranderen. En het is soms lastig. Dat is afleggen van heel veel dingen in mijn leven. Waar ik normaal enorm doelgericht was. Resultaatgericht was als commerciële man. Zit ik nu vaak thuis te lezen. En denk ik, oké. Wat gebeurt er? Ik ben een doener. Ik wil op de slag. Maar Jezus weet dat. En het werpt mij elke keer terug op Jezus. Zelf zeg, oké, maar wacht, verwacht het van mij. Het werpt me erop terug om in gebed te gaan. Om te blijven bidden, om hen te blijven zoeken. En die staat hier nou ook, u weet het als ik zit en als ik weer opsta. Hij weet wanneer u vanavond naar bed gaat. En hoe laat u opstaat. U ziet waar ik heen ga en u weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe is voor u bekend. Dat is zo geweldig. Te weten dat er iemand is die absoluut weet wat u aan het doen bent. En wat u nodig hebt vandaag. Elk woord dat ik uitspreek kent u al, Heere. U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. Nu, dit moment, hij is hier gewoon bij mij. Hij is bij u. Hij is bij u. Dat zegt de Bijbel toch? Geloven we dat nog? Kunnen we het aanvaarden? Kunnen we het ontvangen? En hij zegt, dezelfde persoon bij vers 13, u hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. En vanmorgen hoorde ik een getuigenis van een vrouw, die heel sterk ervaren in haar gezin, in haar familie, waar zij geboren is opgegroeid, dat ze niet gewenst was. En dat heeft haar leven getekend, waardoor ze zelfs ook moeite had om liefde door te geven aan haar eigen kinderen. Ze was niet gewenst. Maar hier staat, bij vers 13, u hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. Mijn hele lichaam werd door u geweven. Hij heeft u gewild.
Misschien bent u iemand die zegt, ja, ik voel ook dat ik niet gewild ben. Of misschien heeft u moeite en worstelt u met zelfverontwaardiging, nee, met afwijzing. Gevoelens van afwijzing, heb ik jaren mee geworsteld. Minderwaardigheidsgevoelens, in feite allemaal te maken met, ja, maar ben ik wel gewild? Hoor ik er wel bij? Maar Jezus zegt, u hoort er helemaal bij, want ik heb je gewild. Ik heb je gewild. Ook stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen. Nee, wacht even, vers 13, vers 14. Ik prijs u omdat u mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat u doet is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt ervan. Het is wonderbaarlijk zoals u bent gemaakt. Staat hier. Ik wil jou de groot zeggen, kijk, hier ben ik. Alles in mij getuigt van wat hij gedaan heeft. Hij heeft mij gemaakt naar zijn wil. Ik mag er zijn, u mag er zijn. Hij heeft u gewild. Hoe anderen ook over u denken, hij heeft u gewild. U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het verborgene werden gemaakt. Hij is uw designer. Hij heeft de tekeningen van uw ontwikkeling, van u, hoe u gemaakt bent door hem. Hij is de ingenieur als het ware. De tekenaar van uw leven, van uw lichaam. Elk bot kent hij. En dat is zo geweldig. Dus als je ook door dingen heen gaat. Als je worstelt met depressieve gedachten. Als je worstelt met negativiteit. Weet dat je geliefd bent. En dat Jezus voor jou de oplossing is en de redding is. Want hij heeft je al gered. Hij heeft je al gered. Jezus dacht al aan je toen hij je formeerde in de moederschap. Hij heeft een plan met u en mij. Hij heeft een plan met ieder van ons. En als je niet weet wat dat plan is, bid dan de Heer een vraag of hij je wil openbaren wat zijn plan voor jouw leven is. Hij doorgrondt jouw hart. Met andere woorden, hij begrijpt het. Hij snapt wat je doormaakt. Hij snapt wat er in jouw hart leeft. Hij doorziet het. In de evangelie staat ook al je haren zijn geteld. Nou, sommigen hebben er niet zoveel meer, Frans. Sorry, maar al de haren hier zijn allemaal geteld. Ja, maar jou is het ook toch wel. Ja, ze zijn geteld. Toch? Zeker weten. Al je haren zijn geteld. Met andere woorden, hij weet wie je bent. Gods karakter is betrokken bij de schepping van elk mens. Bij uw mens, bij u is hij betrokken. Misschien heb je wel een hekel aan jezelf en hoe je eruit ziet. Ik denk van ja. Ik zie er niet zo mooi uit, vind ik zelf. Mijn oren zijn misschien wel te groot. Of te klein. Maar onthoud dat Gods geest klaar en bereid is in jou te werken. Wanneer je dat zelf moet toestaan. Om je te veranderen, om je te accepteren. En als we dat zien bij de spijziging. Alle zieken werden bij hem gebracht en genezen. Lammen, kreupelen, blinden, stommen en vele anderen. En misschien ben je niet letterlijk kreupel of man. Maar sommige mensen kunnen geestelijk soms zo lam geslagen zijn. Kreupeld zijn, waardoor ze door niks uit je handen komt. Waardoor je misschien vastloopt in je leven. Er zijn vele mensen, psychiatrische inrichtingen zitten vol. Er zijn vele mensen die rondlopen met zelfmoordgedachten. De afgelopen jaren zijn het aantal mensen met zelfmoordgedachten enorm, en mensen die zelfmoord gepleegd hebben, enorm gestegen. Helaas, maar waar. Omdat we vanavond ook zongen, ook dat komt weer naar voren. Maar daar wil ik ook mee afsluiten. Psalm 34, vers 6 en 7, 5 en 7. Weet u, de Heer is op zoek naar u. U hoeft niet alleen te worstelen met de dingen waar u mee te maken hebt. De Heer zijn verlangen is dat u werkelijk, volledig, waarlijk vrij bent. Vrij ook van uw issues. Niet gebukt hoeft te gaan en stil erbij te staan wat anderen allemaal van je denken, wat anderen van je vinden. Iedereen kan wel een mening over je hebben. Psalm 34, vers 5 zegt, vers 7. Toen ik de Heer zocht, heeft hij mij geantwoord.
Hij zal u antwoord geven als u hem blijft aanroepen. Hebreeën 11 vers 6 zegt het zo mooi. Het is onmogelijk om zonder geloof hem welgevallig te zijn. Maar als je gelooft en God benadert, moet je geloven dat hij een beloner is voor je menselijk zoeken. Amen. Hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. En als jij naar dingen gaat, en je verlangt naar dingen, of je hebt moeite in strijden in jezelf. Mensen die loondropen met, misschien wel met migraine. Vraag de Heer van: Heer, wilt u dit wegnemen? Maar wilt u ook laten zien wat de onderliggende oorzaak zou kunnen zijn van deze migraine? Misschien zijn er dingen die in uw leven opgeruimd moeten worden. Hij heeft mij uit mijn vreselijke kwelling gered. Mensen gaan door hun kwellingen heen. Wie op hem ziet, straalt van vreugde en kan hem met blijdschap aanzien. Ik was er zo ellendig aan toe, zegt de schrijver hier. Maar toen ik naar de Heer riep, heeft hij naar mij geluisterd. Wauw. Hij verloste mij uit alle ellende. Hij verlost u uit alle ellende. Waar u soms mee te maken hebt. Waar u soms mee worstelt. Dat kan in de familie zijn. Maar God wil daar redding brengen. God wil daar heling en genezing brengen. Zoals die kreupelen, zoals die blinden. Soms zijn we geestelijk blind en zien we het niet. En kijken we alleen maar naar het natuurlijke, wat we onze natuurlijke ogen zien. Maar God wil ons meer laten zien. Verlangt u om uw maker te ontmoeten vanavond? Verlangt u ernaar om werkelijk, werkelijk helemaal vrij te zijn? Misschien denken we, ja, dat kan niet, want we zijn mensen. Ik ontmoet mensen. En dit weekend heb ik er eentje ontmoet, onder andere, die zo vrij is. Die werkelijk ziet, dat zie je een hele uitstraling als een wandel, is zo vrij van God. In God. Ja, onze ziel is gekocht en vrij voor de eeuwigheid. Maar soms zijn er vaak, heel vaak zijn er dingen in ons leven waar we niet vrij van zijn. Het kan ook te maken hebben met bekering. Je bent misschien al heel lang gelovig of heel kort, ik weet het niet. Maar soms zijn er dingen in ons leven waar we ons aan moeten bekeren. Als we moeten terugkeren naar God en oké, dit is in mijn leven niet goed. Er kunnen blokkades zijn dat door Gods zegening altijd kan doorbreken. Maar de Heer wil u zegenen vanavond. En ik wil vragen om nu bij op te staan en wil ik mee afsluiten. En neem de tijd om voor u te dienen, tot u te dienen. Het gebed. Om daar tijd voor te nemen, om echt de Heer en zijn geest uit te nodigen. Om, weet u, als u met dingen worstelt, als u met door dingen heen gaat. En weet u, hoeft u er ook helemaal niet voor te schamen. Wat ik al zei, ik ga ook door dingen heen soms. Ik worstel soms ook met fysieke problemen. En ook van de week had ik daar weer mee te maken. Maar dan is het weer een moment van gebed en de Heer blijven zoeken. En zeggen, Heere, u wilt er misschien iets doorheen zeggen. Maar dat houdt me ook dicht bij hem. Wilt u hem ontmoeten vanavond? Wilt u zich openstellen om datgene waar u mee worstelt aan hem te kunnen gaan geven? Zeggen, Heer, oké, ik wil het los gaan laten. Misschien moet er vergeving zijn ergens in uw leven, naar iemand toe. Want die onvergeefse gezindheid kan iets veroorzaken, kan een blokkade zijn in uw leven. Want Lucas zegt, laat los en je zal losgelaten worden. Maar dat heeft alles te maken met vergeving daar in die context. Als je een ander kunt loslaten, als je een ander kunt vergeven, zal je veilig vrijgezet worden. Maar zolang dat niet gebeurt, blijft die ander in feite in jouw geest, in jouw hele gedachte, zal die jou blijven achtervolgen als het ware. Blijft die in feite met je verbonden. En de Heer wil dat je ervan vrijkomt. Misschien moeten wij ook gaan staan, dan kunnen we misschien een lied spelen, een lied zingen. En weet u, als u gebed wilt, komt er gerust naar voren, wat we al zeiden, er zijn een aantal mensen. En we hebben ook gezegd.